belevingscabine staat nu in het kader van het Twents Textielfestival in Borne. En in het kader van de Rode Draad is de belevingscabine nu in bedrijf. En u hoort de fabriek hier achter mij vol aan het werk. En de machines draaien. En het is een beleving waar je ervaart hoe de arbeider eigenlijk de hele dag in deze enorme herrie stond. U mag er 10 minuten in. En dat is eigenlijk best lang genoeg. Ik ben hier op bezoek bij de belevingscabine van het Bussenmakershuis. Het is een beleving hoe de mensen vroeger in de fabrieken aan het lawaai en geluid bloot stonden. Het is een... Het is een leuke belevenis. In de belevingscabine kunt u een puzzel maken. In de vorm van een doorzichtig scherm met magneten kun je een puzzel maken. De puzzel moet er uiteindelijk zo uitzien. Nou, als iemand dit voor elkaar krijgt, dan is dat echt een enorme prestatie. Die krijgt een grote pagina in de krant. Dat kan bijna niet. Ja, het is echt heel zwaar om het voor elkaar te krijgen. Maar het is wel een uitdaging. Dus ik denk dat het wel leuk is om het uit te proberen. En in ieder geval die ervaring te hebben van hoe het was om hier in de textiel te werken. En Borne is natuurlijk de bakermat van die textiel. Dus dat is eigenlijk wel fantastisch. Ik hou van dingen van vroeger. Techniek, geluid, lawaai. Ik vind het, het heeft wel iets. Waar de mensen vroeger aan boord stonden, dat er tegenwoordig zoveel dingen zijn wat niet meer mag. Maar dit is echt zoals het vroeger beleefd werd. Ja, ik heb ook familie, mijn opa en oma hebben ook in zo'n fabriek gewerkt. Die waren ook bekend met gebarentaal, omdat er ook zoveel lawaai was. Dus ik raad het aan. Dus kom naar de belevingscabine. Nou. Dat zijn twee kunstenaars die de cabine gemaakt hebben met... En dat is Jet Broekstra en Mark van Loon. En die hebben heel op een eigen tijdse wijze weergegeven hoe dit dan eigenlijk nog even kan. Ze hebben ook een beetje de vormgeving van de fabriek aangehouden met ronde ramen. En rondom kunt u kijken naar vitrines die ook met een rode draad door langs alle musea gaan, die mee gaan doen. Ja, nou, het volume nu is eigenlijk heel redelijk. En wat u nu achter mij hoort, maar als je binnengaat, is dat behoorlijk sterk. Maar als u het nog sterker wil horen zoals het echt was, dan is er nog een koptelefoon. En die kunt u opzetten en dat is nog harder. Dus wij beperken ons nu nog tot de luidsprekers die er zijn. En dan is het... Dat is al heel hard.